Dat zeg je, jongen. Ja, zeker. In de kleine oortjes? De linker of de nieuwe. Of, inmiddels al 15 jaar oud. Geef het maar een naam. En Karwan, de buurman, present op verzoek. En want heren, de oren en het Schuttershof, laten we het even samen noemen. Nachtleven. Het nachtleven van Middelburg mag zaterdag weer open. Ja, dat klopt, ja. En nou, laten we eerst even beginnen bij je haar. Want Karwan is hier natuurlijk niet voor niks, dan kan hij gelijk aan de slag. Je had een belofte gemaakt, dat, vertel het maar eens even. Ja, nou ja, het was, de eerste lockdown was het allemaal, ja, dat komt allemaal wel goed. Nou, de tweede lockdown zijn we natuurlijk ook gewoon helemaal niet open geweest. We zijn echt 16 maanden dicht. Heb ik de tweede lockdown gezegd, weet je, ik ga pas echt naar de kapper, dan heeft het weer zin als de oren weer open mag. Oké, okay, had staartje er eens uit, Karwan, dan kunnen we zien hoe lang het nu inmiddels is. Zo lang duurt dus een coronacrisis. Iets te lang. Ja. Nou, het staartje is helemaal niet zo slecht, vind ik dat. Ja, je laat me niet twijfelen nu, hè. Ja, Karwan maakt er wel het mooiste van, toch? Ja hoor, ja hoor. Gelijk helemaal scheren. Precies. En terwijl hij met je bezig is, dan kan je misschien ook even wat vertellen, want het uitgaansleven is wel weer open, maar ja, je komt niet zomaar binnen. Nee. Het is de 1,5 meter vervalt. Op de zaterdagavond om 12 uur is het natuurlijk dik aan de hand. Maar begin maar elkaar dan. Ja. Ja, hoor. Ik dat ook, Thomas? Ja hoor, wat jij wil. Okay. Ik heb toch geen spiegel. Er zijn wel wat voorwaarden. Je moet je gewoon laten testen. Ofwel vanaf nu een afgelopen half jaar corona hebben gehad, of volledig gevaccineerd zijn. Nou, dat kan, die drie dingen, daar gaat mij en sowieso de rest van de ondernemers niks aan. Maar dat moet namelijk geregistreerd worden in een app. Wil jij dus op stap, betekent dat je je of moet laten testen, een negatief testadvies. Dat kan via toegang, nee, testenvoortoegang.org. Dan kan je gewoon een test aanvragen in de Kruidmolen. Dat is helemaal gratis. Aan de deur kan je QR-code laten zien, die kunnen wij scannen en daar kunnen wij dan de drie antwoorden in zien. Of niet in zien, moet ik zeggen. Dus dan heb je een groen scherm en dan mag je gewoon naar binnen. Ja, en dus als ik nu op zaterdag hier zou willen zijn, dan doe ik er dus goed aan om op vrijdag naar de Kruidmolen te gaan. Ja, zeker. Dus dan ga ik naar die website en dan maak ik een afspraakje voor die dag. En dan mag ik gratis daar me laten testen en dan is het eigenlijk al goed. Ja, zeker. Die test is 40 uur geldig. Oké, okay, nou, dat is heel goed. Als je een vrijdagavond test, dan kan je een heel weekend op stap. En als ik dan volgende week weer wil, moet ik weer die test doen. Inderdaad. En dan ben ik een beetje vroeger innemer, zoals je dat weet. Dus ik ga graag de middag in. Maar de oren die gaan vaak om een uur of negen al lopen, toch? Ja. Ja. En als ik hier dan wil zitten voordat het nacht is, mag dat wel? Of moet ik nee, dan... nee. Het valt echt onder een soortje evenementachtig iets. Dus discotheek en nachtzaken is ook gewoon een apart tapje op die website om dat aan te vragen. Dus je moet echt zo'n bewijs hebben om binnen te mogen. Maar voor de rest is alles als vanuit. Want nou ja, ik kan nog niet zeggen dat je er al helemaal klaar voor bent. Je moet je drank weer klaarzetten, alles nog op. Ja, het is best knap om het even in een weekje te doen, maar dat komt wel goed hoor. En de hele onbeleefde vraag, maar hoe is het met jouw bankrekening, man? Je hebt niet veel verdiend afgelopen maanden. Nee. Ben je daar ook wel weer een beetje aan toe? He? Het zal wel eens even tijd worden. Ja, maar ik neem aan, Karwan, dat hij voor deze knipbeurt niet zo heel veel hoeft te betalen. Nee. Nou, kijk jongens, dan beginnen we. Ik ga toch even naar het achterkantje. Ja. Oh, kijk eens, opgeschoren alles. Zo, dat is bijna punky. Ook wel mooi dit. Ik ga gewoon in een paar minuten, hè. Maar Thomas, ik wens je weer gewoon een mooie tijd. Ik hoop dat het weer als vanouds wordt. En, laat het hopen. Ben je zelf eigenlijk al getest? Of, ik heb er één keer in mijn schouder zitten. Hartstikke idee. Ja, hoor, ja, je ziet er ook best wel goed uit. Dus, jongens, veel succes en bedankt. Joe.